Kijk jongens, zijn we hier in een ProRace kader, een carbonne. Volledig wedstrijd klaar, niks aan, gescheurd of niks. Maar we willen een keer testen hoe sterk dat eigenlijk is, carbon. Dat rap kan breken en zo. Je ziet er niks aan, hè. Stevig kadertje, we gaan dat eens een keer testen. Hè. En daarom gaan we een aantal testjes uitvoeren. Ja, testjes, hè. Test 1. Ja, test 1, de bedoeling is dat we de carbon kader in de lucht gooien. Net hier landt. We zullen dan zien of hem ja, breekt of iets. Oké, jongens. 3, 2, 1. Zot, ja, is duidelijk. Gescheurd. Is gescheurd, ja. Maar niet zo hard, hè. Ik bedoel, hij heeft nog wat duct tape en dat is gemaakt natuurlijk. Kijk, je bent nou geval een beetje kwaad, omdat je bent gevallen en je legt je fiets op de grond. Je gooit hem op de grond. En je springt erop. Ja. Ai, ai, ai. Ik heb het al gezien. Dat is volledig gescheurd, hè. Het is kapot. Het is volledig kapot. Ja, het kader is inderdaad niet kapot, hè. De carbon die er aan het stand gehouden met een paar scheuren na natuurlijk. Ja, hè. Je kijkt daar naar, hè. Dus we gaan eens testen. Als je nu los op een paal vliegt, hè. Een koers, hè. De meesten kennen dat wel. Als je een keer op een paaltje vliegt of zo, wat dat eigenlijk houdt, moet ik een keer zien, hè. Dus dit moet de paal voorstellen, hè. Ja, ik denk, dat het gedaan is. Ik vrees dat als je nu tegen een paal vliegt, dat het kader gebroken is. Er zit niet in te regelen. Een stuk. Oh ja, wat ben ik er dan niet meer mee rijden? Ik denk dat het nu volledig gedaan is. En, ja, dat is een kader van een normale 2000 euro bekend. Die zijn twee. Dus ja, ik kan niet meer helemaal doen.